is er single. Hand in de lucht! Hey. Single life forever. Ja. Ja, een tijdje terug, ik weet niet wanneer we de video hebben opgenomen, maar een tijdje terug was het wel anders, ja. Wie heeft hier een vriendin? Jezus. Zo'n flashback naar de vorige. Ja, het is ook echt een flashback. Vorige keer hadden we allemaal geen vriendin. En nu een paar maanden later zitten we allemaal in het bootje, jongens. Oh. Maar goed, we gaan weer een Q&A doen en we komen gelijk bij de eerste vraag aan. Hoe lang hebben jullie verkering? Dit is wel een test, hè? Als je dit fout hebt, ben je ook... Nee, nu 4,5 maand. 4,5 maand? Ja. Ik voor jullie eergisteren 3 maanden. Ik volgende week 2 maanden. 2, 3, 4. En weet je nog hoe we gingen wijzen wie het eerst gaat hebben? Wie zou het gaan hebben? En uiteindelijk is het juist andersom gegaan. Ja. Hey, wat was het? Ja. En wat draait je zo, nu draait je zo. Zo zie je maar, jongens. Je weet nooit hoe het leven loopt. Maar goed, ja, hoe het bij mij is gelopen, bij mij is gewoon inderdaad echt op mijn pad gekomen, zodat jij vorige keer in de Q&A zat. Op je pad gekomen. Ja, het kwam ook toch echt op je pad. Je zegt, ik hoefde niet per se een vriendin, maar op een gegeven moment, ja, je kan het niet echt kiezen. Ja, precies hetzelfde. Want in de vorige video was ook zo, wie is de grootste flirt? Zij dachten van, ja, Ruben, die fixt de meeste wijven in de club en zo. Nee. Maar dat is niet meer. Dat is niet meer. Volgende vraag. Hoe lang denken jullie nog samen te wonen? Ik denk gewoon nog 2 jaar. Ik denk ook nog sowieso wel 2, 3 jaar of zo. Tot het leuk is, ja. Tenzij je echt je troep niet meer gaat opruimen, dan... Houd toch op. Nee, maar op een gegeven moment is het inderdaad toch wel, zeg maar... Ja, op een gegeven moment is het klaar, maar zolang het leuk is. Ja. Zolang het leuk is, ja. En je weet ook nog... En zolang het hier kan, gewoon. Ja, dat is ook zo. Ja. Ja, tot we het allemaal nog kunnen betalen. Dat is uiteindelijk wel goed, maar... Voor dikke chains. Je weet toch? Nee, maar bijvoorbeeld, stel dat jij wilt gaan samenwonen met Amber bijvoorbeeld. Dat kan ook zomaar over 2, 3 jaar gaan gebeuren. Of ik met, je weet het wel, met Ella. Of ik met niemand. Terwijl Willem met Danique, je weet het niet. Volgende vraag. Wie zou er als eerst uit het huis getrapt worden? Ja, maar door wie? Ik wou net zeggen. Ja, maar er kan niet zo snel iemand uitgetrapt worden. Maar als er iemand uitgetrapt, ben ik het. Wat? Als er iemand uitgetrapt, ben ik het. Ja, ja, Ruben is officieel hoofdhuurder. En wij geven dan zeg maar huur aan Ruben. Dus eigenlijk zou je mij eerder eruit trappen? Dat is minder troep. Maar ik zou hem ook weer niet eruit trappen. Dat is ook een lief ventje. Neem het hij bedoelt het wel goed. Sommige mensen kunnen het gewoon niet. Wat? Sommige mensen hebben gewoon die capaciteit niet om te zien dat het troep is. Ik maak helemaal niet zoveel troep. Jongens, het is echt heel jullie kijken waarschijnlijk af en toe zijn vlog, dan zie je toch hoe die camera eruit ziet van hem. Ja, maar dat is voor de grap. Dat is om te laten zien dat ik... Dat is voor de grap? Oké. Dat is gewoon als hij lam is, dat hij valt, dat hij iets minder hard valt. Ja. En je hebt een extra bed in je kamer. Ja, dat is zo. Het hoofd kan liggen, het is ook wel zacht. Je hoeft nooit een bedje op te pompen, nee. Ja. Hoe doen jullie het qua seks als je vriendin er is, jullie dus hun er ook thuis zijn? Lijkt me ongemakkelijk. Nou, als Willem thuis is, ga ik heel hard schreeuwen. Als Willem niet thuis is, doe ik heel zacht. Ja, dat heb ik dus ook. Als jij thuis bent, heb ik gewoon zin om te schreeuwen. Willem! Toch grappig, want ik heb jullie nog nooit echt gehoord. Nee, ik weet dat het gek is, ik hoor dus als... Ik denk ook niet over na, hoor. Nou ja, tenzij het heel vroeg is of zo, dan maak je het wakker. Okay. Maar zeg maar, kijk, als je nog bij je ouders woont, dan is het anders. Maar kijk, we weten van elkaar, we hebben allemaal seks, dus het maakt het niet uit. Ik denk dat het eerder zo is van de volgende dag van, hey, ik heb nu nog gehoord dat het grappig is, dan dat nee, je maar dan denkt van, maar, maat, oprecht. Ik heb het ook nog nooit gehoord. Nee. Want zeg maar, jij hoort wel als ik tv heb aan. Ja, maar je hebt gehoord hoe dat klinkt. Ja, dat is ziek. Mijn tv staat zeg maar tegen de wand waar Willem echt achter slaapt. Ja, dat weerkaatsen. Ja, maar toch vaak, ik vind het gek. Ik snap het nog steeds niet, want niemand van ons seks heeft. Ja, waarom het precies waarom niemand seks heeft. Nee, maar waarom we nog nooit hebben gehoord van elkaar. Het gebeurt gewoon niet te liegen. Nou, dan is dit een mooie derde vraag. Wie van jullie heeft het meeste seks? Wat denken jullie? Ik denk eigenlijk wel dat ik het zelf ben. Nee. Nee? Nee. Nou. Jij zit altijd... Oh, nu komt Mr. 10. Ja. Mr. 8. Nee, Mr. 9. Nee. Geef ze allemaal 9, leuk 6. Ik hou mezelf, ik had Ruben, ik denk dat jij het meeste. Maar jij ziet Ella sowieso minder dan dat wij Danique en... Hoe heet het mokken voor jou? Nee. En Amber. Ze zei laatst nog van, Finn, wij hebben echt nooit meer seks. Ja, maar dat zegt ze altijd. Zeg maar, zij zegt nooit meer seks, terwijl ze dan, zeg maar, misschien heeft ze dan misschien een halve dag geen seks gehad. Nee, ik geloof het niet. Maar goed, wie denk je dan, heb jij veel seks? Ik weet niet wat veel is. Nou, jullie zien elkaar elke dag wel ongeveer, dus laten we zeggen sowieso elke dag. Ja. Ja. dat hoor ik. Ja. En jij? Nou, ja, ook wel. Ja, ik heb ook, als ik Ella zie, heb ik ook gewoon seks.
Nou, 4 keer per dag, wat dan? 6 keer. Volgende vraag. Wat vinden Willem en Ruben ervan dat je elke dag vlogt? Ik merk het niet eens meer. Ja, moet hij zelf weten. Ja. Ik kijk toch niemand, dat maakt niet zo veel. Nee, maar ja, inderdaad, ik denk op het begin was het wel even, wennen, maar volgens mij maakt het inderdaad niet toch echt niet uit. Volgens mij heb ik niet zelf. Ik kom ook gewoon de kamer binnen. Hey! En jullie zo. Hey. Ja. Maar ik denk wel dat het ook minder leuk maakt voor de vlog. Wat? Dat het jullie niet meer boeit. Als wij minder boeit, wij reageren minder erop. Dat is ook ja. En jongens, jullie doen zeggen. Niks. Ja, en dan, ja, wij gaan, skelteren of zo. Ja, dat was skelteren. Dat was een paar maanden terug, was het wel anders, weet je wel. De gekste plek waar jullie ooit seks hebben gehad. Zijn wel allemaal hele seksgerelateerde vragen eigenlijk. Ja, maar ik denk dat je ze wel heel interessant vindt. Ja, maar dit zijn wel zeg maar de meest grappige vragen. Andere vragen zijn standaardvragen. Ja. Jij mag beginnen. Gekste plek waar je ooit seks hebt gehad? Ik heb niet echt heel veel gekke plekken, maar wel hier op de bank. Hey, ik vind het ook nog steeds. We moeten het hier eigenlijk even over hebben. De regel toen we hier kwamen wonen, toen we deze bank kregen, niet seks hebben op de bank. Nou, ik heb me ook wel maar ik kan één zeggen. Ik heb geen vlek gemaakt, ik heb tapijt gezien. Ik weet niet wat daar gebeurd is. Nee, maar wat heeft dat met seks te maken? Nee, het gaat niet om seks. Seks maakt het vies. Nee, maar het is ook gewoon smeren. Het is gewoon om het idee. Het gaat om het idee dat ik straks op die bank zit en dat ik zo lekker met mijn hoofd op de kussen lig, waar jij misschien met je reet op zat. Ik heb het nog niks eraf gekrapt. Gadverdamme. Leuk vriend ben jij. Schapje. Ja, ik heb een keer moeten inhouden en dacht van nee, het mag niet op de bank. Toen buiten ga je terug naar je kamer. Ga je terug naar je kamer. Ja. Maar ja, mijn gekste plek is in het bos. In zo'n soort van boshutje. Waar ook mensen gewoon hun hond aan het uitlaten waren. Maar gelukkig was het... Waarschijnlijk echt zo'n kerk midden in het bos. Nee, het was zo'n boshutje gewoon. Zo'n soort van schuildak. Ja, ik weet wel. En een keer hier op het balkon. Echt? Ja. Oh, in de nacht. Ja, in de nacht. Ja, maar dat is toch leuk, spannend jongens. Ja, ik heb wel eens foto's doorgekregen in mijn DM van mensen die gewoon een foto maken van dit balkon, dus ik weet niet. Ja, ik ben dus voor een foto van jou. Ja. Het zou me misschien niet eens heel erg veel boeien. Zo'n foto door de telescoop heen. Opeens op rednieuws komt. Ja, maar weet je, het is dat boeit me denk ik minder dan een raar filmpje. Jij toch ook laatst zo'n radio-dj die in zijn eigen mond had. Heb je dat niet gehoord? Ja, dat klopt maar. Ja, die had in zijn eigen mond. Maar goed, dus ik ben maar goed naar binnen. Ja, maar zeg maar, dat lijkt me dus minder erg. Want je zegt van ja, het rapnieuws, ja, iedereen heeft toch seks, ja. Het is jouw huis, maar het is niet heel raar ofzo. Goed. Ja. Jouw gekste plek? Ik denk, ik heb wel seks in de Noordzee gehad. Oh, in de Noordzee, oké. Okay. Is dat je gekste plek? Ik denk het. Maar jij hebt toch ook eens een keer seks gehad? Wat je dit wat niet mocht? Dat is toch illegaal? Ja. Oké, nou goed, dat kon niet op beeld. Goed, dat maakt niet uit. Je moeder betrappen op seks of je moeder die jou betrapt? Moeder mij betrappen. Ja, moeder mij. Ik hoef echt niet mijn moeder te zien hoor. Nou, dan zie je ook gelijk je vader, hoop ik. Ja. Oh, dat zou ook kunnen zijn. Als je naar de kamer binnenkomt lopen. Oh. Ja, maar wie is dit? Ja, zelf betrapt worden, ja. Kijk, het is ook maar net wat voor relatie met je banden. Of met je. Wat voor relatie met je banden? Met je fietsband. Nee, maar wat voor relatie met je ouders? Hè? Kijk, bijvoorbeeld. Van onze ouders weet ik gewoon van als zij binnenkomen lopen is het denk ik alleen maar grappig. Ja. Het is wel gewoon gek, weet je, ik weet niet hoe het met jou zit. Denk, het zou niks boeien ofzo. Nee, het zou niks boeien, maar je hebt natuurlijk ook ouders en kinderen zeg maar, die waarschijnlijk waar het wel dan echt ongemakkelijk wordt. Maar ik denk dat het beter is als moeder-zoon dan vader-dochter. Ja, vader-dochter lijkt me ook gekker. Toch? Ja. Oh ja, dit is eentje voor mij. Er gaat een roddel rond dat jij met Roxy Dekker van je videoclip intiem bent geweest. Oei. Ja, mensen weten dat nog niet. Oh ja, wel, trouwens weten jullie wel. Roxy Dekker speelt dus in mijn videoclip, maar ik ben nooit intiem met Roxy geweest ofzo. Alleen een kusje? Nee, ook niet. Nee, ook niet. Ja, alleen achter op de fiets, maar ik weet niet waar deze roddel vandaan komt, maar dat is echt totaal niet waar. Ik ben niet intiem geweest met Roxy, nee. Volgende vraag. Gekste dronken verhaal. Ja, die voor jou was wel grappig dat je zeg maar achterop je loopt. Ja, maar ja, het is niet heel gek, alleen het is wel gewoon heel kut. Ja, maar dat is wel een grappig gek verhaal. Ja. Vertel maar even. Nou, we waren een beetje dronken toen kwamen we van de superclub, zoals gewoonlijk. Toen sprong er een meisje achter op mijn rug en toen ben ik vol voorover gevallen met mijn schouder zo op de grond. En toen heb ik een schouderpees gescheurd. Oh, zielig. Dus, en eerst dacht ik, nou het gaat wel, maar als je dronken bent dan voel je meestal de pijn niet echt. Maar ik voelde het alsnog. Oh.
Jij? Ja, wel moet ik kiezen? Jij hebt er echt, echt heel veel. Ruben is eigenlijk vergeleken met nu, was hij vroeger echt... Je had zoveel gezeik. Jij bent wel eens de sloot ingefietst. De sloot ingefietst. Ik ben twee keer een sloot ingerend. Ik ben één keer zo hard op een plaat gegaan dat mijn hele hoofd open gescheurd is. Oh. Eén keer een nachtje cel dus. Ook netjes. Netjes, je hebt een keer je vinger kapot geslagen. Ik heb een keer mijn vinger gebroken omdat ik tegen een briefbus aansloeg. Ja. Was die briefbus nog heel? Het was een hele stalen briefbus. Okay. Het was geen plastic briefbus die kapot ging. Okay. Ja, jij had vroeger, zeg maar, echt, ja, bij jou gebeurde ook echt wat als je dronken was. Nu ben jij dronken en dan is het gewoon plezierig grappig uit. Je moet even 12 vertellen van de eerste keer dat je dronken was. Oh, maar dat kan ik denk ik beter vertellen. Hoezo? Omdat ik, ja, jij ook trouwens, ik heb het van die filmpjes, ja, dus in principe kan jij, ja, zeg maar. In principe heb jij niks mee te maken? Nee, maar het is wel, ik kan het ook nog heel goed herinneren. Oké, vertel me. Nee, maar ik heb genoeg gesproken, jij bent. Oké, gaan we, vertel jij erin. Oké, mijn gekste dronken verhaal. Ja, ik ben wel een keer echt inderdaad gewoon zo lang geweest dat ik inderdaad gewoon niet meer kon nadenken. Toen was ik gevallen, was mijn bril kapot. Ik ben voor de bus gereden. Ik heb over het filmpje en dan ik zo van de trappetje af. Oh ja, 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 ja. Hier komt een leuk filmpje. Ja, ik ben gemaakt. Dat was zo te verwachten. Ja, dat was wel een leuke avond, ja. Ja, dat was goed. Ik was toen echt gewoon echt lang ook gewoon. Maar jullie dachten ook dat ik gedrogeerd was. Ja, wie zo'n tijd toch? Wie zo'n ja. Lang was. Dit is ook. Ja, dat was gewoon heel gek aan het. Ja, ik was echt heel vrolijk. Ja, was ik, echt ik heb jou toen in de auto opgesloten. Oh ja, klopt. Daar heb je ook een filmpje van. Ja. Dat is deze. Willem mee wil gaan staan. Ga maar eens even uitleggen wat er gebeurd is. Hebben jullie ook weer mijn dronken filmpjes gezien? Ja. Ja, dat is wel echt leuk. Zijn jullie trots waar jullie nu staan? Wimpy. Ben jij trots? Ik denk het wel. Ja, jij hebt een mooie stage afgerond, het gaat goed op school, toch? Ja, het gaat gewoon allemaal chill. Ja. Gewoon... Vriendin, mooi huis, hoeren, drugs, drank. Ja, je kent het wel. Ja, het vast. Moet je ook trots op zijn? Je moet zo ook trots. Ja. Nee, maar gewoon zonder grap. Ja, je hebt een mooie stage afgerond. Ja. Nou, jij? Ja, zeker. Ik ben blij. Gewoon trots, ja. Waar ben je trots op dan? Ja, waar niet op. Oh, big man. Ja, noem eens even. Ja, maar noem het. Ik ga dit jaar afstuderen. Heb ik weer alles gefixt. Zonder vertraging eigenlijk, min of meer. Ik heb lekker geld verdiend de afgelopen tijd. Die feestvoorzitter is prima. Ik kan dit makkelijk betalen. Ik kan lekker uit eten als ik wil. Ik gewoon geld verdienen. En tussen mijn studie. Maar mensen weten misschien niet wat jij ook voor werk doet. Ja. Dat is ook wel weer wel. Maar Ruben organiseert feesten in Amsterdam. En voornamelijk super dan op donderdag. Ja. Koopt stoelen. Ja. Dit. Ja, maar gewoon dat. Want denk ik van hoe komt hij in godsnaam aan geld. Maar. Ja. Ja, ik ben ook wel trots op mezelf. YouTube. Ja, gewoon alles gaat wel. Ja, YouTube gaat iets minder de laatste tijd. Maar ja, dat weten jullie. Daar hebben we het ook al over gehad. Dus het kan allemaal wel beter. Maar ik ben wel gewoon trots op waar ik nu sta. Zeg maar die hele periode en al die jaren voor wat ik heb gedaan. En mijn muziek komt eraan. En daar ben ik wel heel erg trots op. Maar ja, ik heb heel vaak gezegd, het komt eraan. Maar ik heb al de videoclip. Ik heb al de gesprekken. En woensdag, aankomende woensdag, ga ik een contract tekenen. En ik ga jullie daarbij ook meenemen. En vanaf dan kan ik jullie ook exact vertellen wat de datum wordt voor Hey Meisje. Dus het komt eraan. Het komt eraan. Maar goed, dit was hem alweer. Jongens. Jongens, kom op. Wat leuk dat jullie deden. Doe een subscribe. Doe een like. En ik zie je de volgende keer weer terug bij een nieuwe video. Later. Hey.